Ik heb hier het script. Acte 1, vers 2. Een goedemorgen. Oké, Alwin die gaat ons even vertellen waar we allemaal heen gaan. Start van de Top of Holland 2023. Een beetje gekke werk, 1 uur 's nachts. Er zijn mensen bij die hebben 1 uur geslapen. Toi. Ongeveer. Ik heb al op mijn knieën gelegen. Starten in de Oud-Woude. Om maartjes water op te ruimen. Lijkt een mooie dag te worden. We gaan hier nog even luisteren of we nog een paar vogels horen. En zo niet, dan gaan we snel op weg. Wat wordt de eerste locatie? De Matsloot. De? Matsloot. Matsloot. En hoeveel kilometer is dat? Ongeveer 30 kilometer. Dan komen we over 30 kilometer bij jullie terug. Hopelijk met meer van. Masbroek gedaan, het is 10 graden buiten, er staat een klein beetje wind. Matsloot, ik word gecorrigeerd. Snor, springkanszanger, roerdom, rietzanger. Verder kwamen we niet. Lekker donker, het is een heldere lucht. Dus ja, op zich ziet het er wel goed uit. We gaan nu naar? Parkeerplaats voor een kwartel. Parkeerplaats voor een kwartel. Dus daar moeten we nog een stukje lopen. Ik zie op de... Op de kaart 14 minuten rijden. Ja. Nou, we betalen het. Half 3. Zit in de Ollanden. Net de porselein doen zingend gehad. Heel leuk natuurlijk. Het is best wel koud nog steeds, het waait een beetje. De vogels zijn niet echt helemaal los. Maar we zijn natuurlijk wel hartstikke blij met een porselein. We gaan nu verder, waar gaan we heen? Kwartel. Kwartel. Gaan we naar Kwartel of waar gaan we heen? 4 minuten hier vandaan Kwartel. 4 minuten, oké. Nou, we gaan weer verder. We zijn inmiddels op het Dwingelenveld aan beland. 4:30 in de ochtend. Flinke zocht naar uilen. Helaas alleen steenuil. Het is, begint hier nu wel allemaal te zingen, dus voorlopig geen nachtzwaluw. Het is nog steeds erg koud. Nou, we gaan kijken wat het nog gaat worden. Tijd onze wandeltocht op het Dwingelenveld. Het begint al aardig licht te worden. De vogels beginnen ook lekker wakker te worden. Vooralsnog geen nachtzwaluw, geen houtsnip. Ik denk dat de temperatuur ons wel een beetje partij speelt. Maar we gaan gewoon verder. Thank you.
een beetje een nerveuze chauffeur. Maar mag de pret niet drukken, we gaan lekker. Vochtelenveen is een goede ronde geweest. En net nog op de weg nog even glanskop binnengetikt. We zitten rond de 70 soorten. Leuk was nog een goudvink, hadden we niet verwacht. Grauwe klauwier vindt ook heel leuk, ook leuk op de film. En we gaan nu kijken of we vuurgoud aan kunnen vinden. Dus niet al te ver weg. Een minuutje of 12 rijden. Ja. En waar gaan we daarna naartoe? Diependal. Diependal, oké. Okay. Nou. Het is nu toch? We zitten nu op bijna 8 uur. 10 voor 8. Nou, het gaat lekker. We zijn inmiddels aangeland bij Diependal. We lopen hier door de tunnel richting de kijkhut. Iedere keer als ik hier kom, moet ik nog wel zeggen dat dit wel een van de meest bizarre kijkhutten is die ik in Nederland tegen ben gekomen. Viel ja, best wel een beetje tegen. Het gebied is wel best wel veranderd ten opzichte van vroeger. Veel algen in de plassen, rietkragen zijn toch een stuk kleiner geworden. Pijn en moeite twee roodals te kunnen vinden op de grote plas, dus niet vanuit de kijkhut. En eigenlijk een paar kleine plevieren, er zit bijna geen gele kwikstaarten. Dus, nou, ik kon er wel wat soortjes bijschrijven, maar het was toch niet wat we gewend waren. En het bosje bij de parkeerplaats, zoals je hier ziet, dat duurt ook niet lang meer. Dat is bijna helemaal verdwenen. We hebben net de Vochtelenveen gedaan. Ging niet verkeerd. Slangenarend leuk gezien. Op het randje nog een paapje binnen. Vele gouden klauwieren. Helaas geen draaihals. Maar op zich zijn we best tevreden. Het is op dit moment 1:15. We rijden nu naar het Hunzendal. En we zitten op 103 soorten. En we hebben nog best wel veel mogelijkheden. Als de tijd met ons meewerkt, dan wie weet. Wie weet zitten ons 154 seconden over dit jaar en wel weer in onze verbetering. We gaan het zien. Thank you.
kijken. Zijn voor de prijsuitreiking van de Top of Holland. Die prijs wordt uitgereikt voor de beste soort. En Alder gaat nu hard op de rem, want hij ziet een bruine kikkerdief. Hoe te maken? Een bruine kikkerdief. En waar was ik gebleven? Ja, er wordt een prijs uitgereikt voor de beste soort. Wij maken hier altijd een big day van. Dit jaar zijn we geëindigd op 147 soorten, vorig jaar 154, dus we hebben wel wat laten liggen, maar dat komt denk ik ook waarschijnlijk door de nachtsessie. Het was erg koud, de vogels waren erg stil, de meeste uilen zijn niet gelukt, de dagzwaluw is niet gelukt. Daarentegen hebben we wel weer andere soorten gezien, maar ja, het was weer een leuke ervaring. En, ik denk dat wij volgend jaar zeker weer van de partij zijn.